Eerst zal ik je voorstellen, ik ben Rick, joh. Een dikke vetklep, die vrouw grallig niks komt. Ben zo gossel, die zo de Mac drive in groot. En hij vroeg om mijn Mac beat hoorn. Waarop dat? Ah, wicht te vroegen wat ik durf voor de kost. En dan vroeg ik wat ze doet en wat dat kost. Ik zeg alles wat ik vind, hier een dikke vinger. Waarom dat, hè? Goed hem op zit. Kom van Vero, Odol in de badjas. Hij moet zaken voordat ik twee dak plas. Twee koffie, zodat ik op gaan kom. Eerst nog hem schieten voor ik wie die langs kom. Ik ben Eindboors, ben de beunoors. Alleen op toes ben ik Nightboors. Waarom dat, hè? Omdat dat toch gewoon zo is. Waarom dat? Omdat een vrouw wat het, word ik dol op. Waarom dit, waarom dat, het is abnormal. Stupid boys, dat, het is abnormal. Ja, het is abnormal. Waarom dat? Wie ben abnormal? Waarom dat, hè? Waarom dat, hè? Waarom dat, hè? Waarom dat? Ben een bekende in Gun, ben nooit de rennende rukker. Nee, waarom dat, hè? Want ik rol even run, ik blijf gewoon met draaibanden op de grond staan. Dus wil mensen op de foto, ja, dan ken ik hem met omgaan. Kom hier, flits, klik met het apparaat. Even lakken, nooit vogeltje of noem je apparaat. Schien nooit met de wichter op de foto en dan krijg ik verbetaald, jong YOLO. Ik loop nog rond, want dan vind ik ontspan. Gooi een veurspel van mij, morgen liep erop klap. Waarom dat, hè? Nou, dat is gewoon zo. Ik blos alles er wel uit alsof ik speul op een hobo. Ja, ik boyde, wie ben uit Dies? Heb al 50 in had op die nolle griezen. Waarom dat? Hij is nooit onkennig en je kent een beetje zoom, wat van morgen dan alleen. Waarom dit, waarom dat? Het is abnormal. Stupid boy, dat, het is abnormal. Waarom dat, hè? Ja, het is abnormal. Maar ik was al normaal begonnen. Oh, ah, goeiedag. Ah, mooi. Goeiedag. Nou dan. Ja, goud, hè? Mooi. Met die ook? Ja. Mooi. Ja, ik denk, ik begin alvast met de eerappels. Ja, en ik denk, ik begin alvast met de maïs. Oh, oké. Okay. Lester er nog helemaal op, joh. Oh, ja, ik heb Lester van de stream zo niet zien. Dus ik heb niet zien of dat er af is of niet. Ben ze niet de ultieme bewust? Nee, ik had het vel al over de oom. Oh, ja. Kan, hè? Ja. Het was ook een slaapverwekkende stream, dat is toch wel een punt, hè? Is dat zo? Nee. Nou, daar lag het niet aan, hè? Nee. Nee, maar van een geslaagde stream, vond ik eigenlijk. Oké, okay. Ja, ja, mooi. Ja, van wat ik zien heb, het meeste, ja. Ja, niks mis met. Dus ik denk, dan begin ik maar met de eerappeltjes. Ja, is goed, hè? Er is één Ruud erbij, die is gehuurd. Ja. Dus er moet iemand denken dat die ene weer voortgaat als wij kloor zijn. Ja. Al goud? Ja, best. Drak. Ja, smoordrak. Ja. Hier net zo. Ja, toch wel, hè? Ja. Ik denk ook even een administratieve mededeling ook richting de YouTube-kijkers. Dat het nou lastiger wordt om er 2 of 3 uur te persen per week. Dus ik probeer wel 1 in een week te doen, maar opnomen. Maar nou, het wordt wat drukker op plan en dit en dat. Dus is niet altijd meer de gelegenheid om... Nee... Valt niet altijd met, zeg maar. Nee. Ik heb vanwege ook een storingsdienst. Dus ja, voor hetzelfde. Dan is die al om, dan hangt. Dus dan, ja. Maar goed, we proberen wat we kunnen. En als we een keer weer live gewoon op Twitch jellen, dan kan men ons ook vinden vanzelf. Jawel. Dan komt ook wel goud. Ja. Dan komt weekend Max weer aan de rit. Ja! Zin in. Ja, echt wel. Ja. Ik heb maar... Of ik heb in lezen, ja, dat de tijden ook wat veranderen. De begin- en eindtijd, zeg maar, de starttijd. Ja? Ja, dat is. Dan moet ik hem denken. Wat is dat dit weekend? 6 uur soms? 5 uur. Of 5 uur? Ja, tenminste, dat staat in de Verstappen-app.
Ja, nou, zoiets. Er was wel wat... Het was meestal al die 10 over. Ja, maar dat is niet meer zo. Nee, oké. Okay. Nee. Ik snapte die 10 over ook niet echt eigenlijk precies. Nou, dat was gewoon een Rolex in beeld brengen, denk ik, met die klok. Ja, maar dat kan ook om bij de hulle uur, ja, zeker? Ja, dat kan ook, ja. Ja, hij gaat naai. Maar kun je merken op waar dat de boeren weer ja, GPS wat actiever worden? Ja. Zeker. De GPS moet allemaal weer van stal en... Ja. De pootmachines moeten allemaal klaarstaan en... Ja. Nou ja, de bietenzaaiers en de uitenzaaiers en dat moet allemaal een beetje, ja. Ja, het begint nou. Ja, dan hebben ze van het weekend weer over regen. Volgende week weer, dus dat is weer jammer. Ja. Het is nou nog hier te vroeg om te poten, maar ik ben nog gewoon stiekem een beetje aan het poten. Toch wel, hè? Ja, maar het gras nog zeker niet, hè? Nee. Ik probeerde nog met een opboetje van week. Die zei, we hebben wel eens een keer half maart poot, maar ook wel eens in juni. Ja. Hij zei, en die van juni, prima aardappeltjes. Ja. Je doet het eigenlijk niet meer, hè? Maar zo met die eerappeltjes ook. Eigenlijk kun je gewoon een werker aan het werk zetten, hè? Doen het niet meer. Nee, ik heb bij Wanda zo mooi met GPS mee bezig. Ja. Nee, maar dat doe ik ook. Oh, kijk, ik kom die zo helpen. Ik moet hier nog 2 vrachtjes, denk ik. Dan hek ik het er al. Dan is het niet geleugd, hè? Dan wil ik jij even helpen. Ja. Ik denk dan gewoon even op een maishakseloor. Ja. Maar vergeet dat maar mooi. Wat dan? AdBlue, 0%. Wat? Voertuig bijtanken, zegt hij. Niet? Ja. Echt hoor. Ik denk, ik stuur dat mokkel naar huis. Die kan alvast wel eten gaan kopen. Wacht, ik gooi een paar tanken in de Lorenwoon. Kom bij die. Ja. Blijf even in de Haaksloor. Ja, ik blijf wel even zitten. Ik denk dan... Wat weer in kloor. AdBlue. De gewone diesel schiet ook al mooi op, maar... Ik hol een paar vetjes, neem een paar vetjes mee. Even 52 kan is genoeg, denk ik. Ah, vast wel. Kom eens van 0 in het verder. Jawel. Maar nou doet er dus ook echt niks meer, hè? Nee, ook de werken niet? Nee. Dat is wel heel toevallig dan, niet? Ja. Hoi, kill. Ik heb hem 2 in de Wolorenwoning gesmeed. Mooi. Is er nog rechtop ook? Ook nog. Oh, voorzichtig erin. Hoe brengt ze dat heen? Ook naar de bio natuurlijk. Ja. Er is alleen bij de Bio West. Ik denk dat 06 hier alleen maar een showbeltje in West heeft. Oh, wil je de bult aanreden? Stiekem hier in West, zo te zeggen. Oké. Okay. Kon niet aanzien natuurlijk hoe het erbij is nog. Nee, dat zal er wel. Denk ik. Wordt die AdBlue tank? Aan elkaar? Kan ik nou ook tank? Ja. Ploep. De AdBlue is al 100%. Huh? Ik denk, zo'n dik apparaat moet wel liters vol. En waar heb ik lessen tankt? Met die Klaas. Noem maar 2 van zulke vaten niet. Ja, daar ging meer in, toch? Of niet? Ja. Hoe was dat ook? Ik hoorde het wel weer in de wolken neer. Dan komt straks wel weer boven worden. Ja, maar nou starten wel weer. Ja. Ja, ik tankte. Hier is ergens een beetje uit. Ja, hier is nog 7 liter in. Ja, dat voelt ook veel lichter. Klopt wel. Er zijn 43 liter in gehad. Ja. 43 kan, ja. Ik denk, nou, dat zal wel 100 liter in gaan. Ik vind het een mooie combo zo. Hij kan het goed doen. Ja, het die 12 ook dus. Is het een Fritsmeijer beugel? Ja, denk ik wel. Heeft hij hem zo hard? Ja, zo zegt het waar. Oké. Dat weet ik niet. Vast wel. In Duitsland of zo waren we wel meer met Frits Meijers en Lusse Beugels en 2 Ja, dat klopt. Dit gaan we niet redden. Ik heb 90%. Oh, nee, dat redden we niet op. Nee. Ja, hier komt een dikke bult op, zie je wel? Ja. Ja, gaat zo mooi als wat. Ja, precies. Zo. Dit wordt een beste vraag. Ja, dit wordt een mooi vraagje. Het is een beetje naar voren en achter met die pieper, want het begint er nou een beetje te knoeien. Ja. Nou, wat de boer niet ziet.
Je ziet geen een meer wat van straks. Nee. En dit is een huur zo niet? Ja, nou de bio anders ook wel, denk ik. Ja, ja of een huur, zeg maar. Maar hier. Oh, ik kan mooi achter die aan zo. Ja, ik zie het. Vlak achter me weer, hè? Ja, ja, ja. Ja. Bijzonder is dat. Altijd, altijd. Vlak achter die. Hoe hard is het? 41. Nou, we kennen niet kort nog een keer een beetje race. Dat is ook wel even. En project Kazen of zo? Ja, zoiets. Ja, ik ken. Ja, een mooi postkalender. Ja, maar ik geniet ook wel van dat truc, hè? De ATS vooral. Ja, dat moet vanavond weer doen, zeker. Ja. Ja. Ja, precies. Oh, goed dat je het zegt. Dat is ook niet best, die JJ. Dinsdag zal de routes kloor hebben. Ja. Jongen, dan ben je er wel op tijd bij. Nou, en toen ben je gisteren dan begonnen met inloggen, toch? Ik ben gisteren begonnen met inloggen, want och, nieuwe updates en nieuwe versies en... Hoi kerel, het valt niet met. Dan moeten we weer terug daten. Ja. Nee jongens, had je met kijken wilde vernoemd op twitch.tv/emus. Ja hoor. Nog even druk. Een truc. Dat was een beetje zo'n vrijdagavond dingetje. Ja, de laatste weken gaat wel aardig. Ja. Ben we wel constant bezig, zeg maar. Ja. Nou, we kregen hulp. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Goeiedag heb je. Ja, jongen. Hou eens nou dat je laatst op visite vernoemd. Ik had visite vernoemd. Wie dat, joh? Ah, een co-shot. Nee. Ja. Ja. Wat voor de ooms klank met thuis? Al denk dat ze met thuis. Ik heb hier nog helemaal een wachtmachine. Die staat de centrifuge me gooien. Nou, dan doe de microfoon maar uit. Hem ook het liefst, hè. Nou, we hebben de maïs net zuiver op dit moment de maïs van het land. De maïs van het land, doe? Ja, en wie is waar? De Ed Blue was op, werkelijk. Van de? Van Haxlemeloor. Van de Haxlemeloor? Bizar. Hoe is het, Hansko? Koude! Mooi. Mooi, man. We gaan nou verder in de Eerappels, denk ik. Eerappels? Ja. Reumachine, oh shit, de GPS. Is hem op de camper of niet? Ja, hou op! Leuk! Dat is wel leuk. Is er nog een race hier met sleepcat? Ja. Oké. Okay. Ben er nog kibbers vol? Kibbers. Ik ben er met hem op de vuur aan het steken. Hoe is het mogelijk? Niet 100%. En ik ben hier bij de John Deere. Jammer. Jammer? Ik, jammer. Jammer, oh, ik denk al. Oh ja, moest stoppen. Ik wil hem met hem. Dit is nog best wel even mijn opdracht, hè, al die rauwels. Ja, bliks. Tunnen vrij doen. Tunnen. Tuns. Onneuzeld. Reumachine alweer leeg. Hoe is dat jammer, reumachine heeft muus? Nee, spieker. Oh, spieker zit erop. Oh, ja, ik zal ook de pieper doen. Ik ben met de rauwels naar de boerderij. Wat ben je aan het doen? Ik breng eerst vraag weer allemaal voor. Oh, helemaal gauw, jong. Maar je zit wel tunnen onder, jongens. Ja, 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 ja. Ja, dit geeft mirakels. Die liggen bulten. Ja, oh, die bist dan bij de schuur? Ja. Ik kan zeggen wat we wilden, jongens, hè? Maar die chandeer die trekt een leeuw, hoor. Ja? Ja. Dat is een mooi pitje. Komt van Steduw. Mooi, snij. Zweert die. Weerst die. Nee, ik zweer dat die. Oké. Och, het is hier ook allemaal maïs nog, ja. Kill. Dat kan wel combineren, hè? Ja, dat is ook goed. Mag ook wel. Hier staat een kieper, jongens. Helemaal goed. Geniet ervan. Ik denk dat die voortaan al vol is. Loop ik naar de vaart. Is er nog wat bijzonders bij mijn starten? Of gewoon schroeven draaien bij de startmolder en klaar? Juist. Bij de hendels hebben neutraal zet. En dan vooral de hooglaag, anders wil ik niet starten. Is dat ding vol of niet? Even schroeven draaien. Ja. Is dat vol? 82.
Kom hier maar mee. Ik heb hier nog 83 in gezet. Ja, maar ik wil mijn 18 hem. Ja, dat komt wel goed. Ja? Ja. Denk er wel in, man. Dat is wel op dit staps. Ja. Staps. 6, 7, 8, 9. Vol! Hoi. Dank u. Wat heeft Sean Deer hier gezet, Jemus? Oh, Kabagger en Kooskaart. Oh, precies de verkeerde kaart. Oh, sorry. Oh, ben ik blij dat het weer begonnen is dit weekend, hè? Ja, Formule 1, fantastisch. Goh. Wat? Formule 1. Ja, maar wat denk jij van Red Bull? Goed. Ja? Tuurlijk. Doe altijd de negatieve man. Ja, ik weet het niet. Mercedes heeft een spelletje gespeeld. Tuurlijk. Pink. Maar dat zeggen we niet. Ik ben fan, top fan. Ik dus, ben ook fan van Max. Daarom. Dat gaan we doen. We gaan het doen dit jaar, jongens. Kom op. Ik hoop het zo, hè. Ja. Wat? Is het maar weer vol, Jelle? Ja, ik heb Sean Deere alleen maar opgehaald. Die heb ik hier alleen bij gezet. Maar... Oh, die is er door in gezet, juist. Ja. Dan komen we aan met de varde. Wat moet hem? Zeg maar bij mij neer, Peter. En dan kan die JMB straks van de andere kant, want zoveel hoef ik hier toch niet meer te ruiden. Te ruiden. Zal ik aan de mannen vuren? Oh, ik heb al vol. Nou, bellen. Kijk eens even door. Dank u. Dat niet even service. Directe service. Ik ga het bezig doen. Bist u over de 50% Jelle? 43. Nou, dan kun je dan al bekend komen als je aan de ene kant begonnen bent. Nee, dat ken ik niet. Oh, ik kom weer die. Wil dat? Ja. Ja. Rook je al fout, ja. Ja. Verschrikkelijk. Een beurtje met daar. Toch, Ko. Ja, oba. Stikste is hier ook slecht. Ja, klopt. Maar die grond een beetje... leegtrokken door die appels. Oh, vertel. Door die appels? Ik kan dit er wel voor brengen, maar zit er niks in. Oh, ja, maar wij kunnen het niet zo hard eruit. Want die grond, die moest hem gewoon maar een boom op breuwen staan. Dan heb ik moeten deur gooien. Hoe is het met de JD? Er zit nog één vrachtje in voor mij. 4x4, ja. Pak ik even een paar neutjes poest aan. Mag ik niet te veel van hem, maar dan loopt het mijn hart op vol. Ja? Ja. Hoe pak ze dan? Oh, wel lekker. Oh, dat kan ook wel een kapot vreten, hè. One hour later. Is het mijn poor hat nou, of niet? Dit is niet mijn poor, dit is mijn poorbek vol. Eén handje vol, een halve put zo'n beetje, man. Ja, de kolen schoppen voor die wel. Hoeveel hebben ze toe, ik heb net met die dingen en met die MB-track gehad. Oh. Anders rie je even aan de andere kant ernaast. Kan ik nog even met erin, met de pip. Oh, zo bedoeld. Ja, ik wil niet de appels erin. Ik heb net 18% erin, ja. Ja, geeft niet, maar kijk er met erin, ja. Mooi beeld. Zo. Ja, zo. Snap die. Oh, doe wil door nou, hè? Ja. Dan hang ik hem er hier in mee. Oh, goed. Wat jij wil, jongen. Ik heb de AB-lijn bij je verzet. Oh, wacht even met Musa. Ja, nou heb ik de deuk niet in, rabbel. Ja, dat kan wel door. Dan zegt dat tegen mij van, die moest met die perenkop een beetje omdenken. Niet te ver van de keeper af. Hij had hem zelf recht omhoog. Ja, maar het duvelt over de rand van de keeper en wat gebeurt er? Ja, hoe stappen ze? Nee, ik heb vol gaas. Vol gaas op wagen? Ja, maar hij blijft achter die keeper hangen in de bus. Ja, een beetje. Met een perenkop in de lucht. Ik heb ook keepers aan, ja, clown. Ja, nou. En is keeper ook wel stof vol, zeker? 97 kennen we al wel in, hè? 98. Zeg maar toe. Ja. Oh! Ik denk, je een mooi vrachtje bij mij met wegnemen, maar dat wordt hem dus nooit. Nee. Maar opbrengst, jongen. Dit ga je af en aan. Ja, dat wou ik. Doe hoor niet weer zo'n groot stuk. Ik ben er wat maisblappen of zo, mooi 12 meter breed. Ja. Of we moeten die dikke harsdeals hier pakken met een stukken brede bek. En mooi ook zo. En ook wel eens hard met de eerappels, toch? Ja. Ja, maar dat moet wel een beetje real blijven. Ja, dat was niet real. Oh, GPS gaat niet aan. Dit, hey. Wat wij doen in principe is fucking real. Ja, is eigenlijk 100% super real. Ik denk niet dat we ooit nog eens iets
Nee. Nee, hè? Nee. Nee. Oh. Wel? Nee. Nee, volgens mij ook niet, hè? Ja, of de kijker denkt anders, maar dan kom maar met een voorbeeld. Ik zal niet weten. Nog plan, twiggen naar. Nee. Ik wel volgende weekend, dan Matthijs, joh. Oh, mooi man. 4-4. Vrouwtje volgende week donderdag, Jorg. Waar komt de donderdag? 1, 2 april? 1 april? 1 april. Grapje. Nee, dat is geen grapje. Nou. Ja. Dat had ze ook wel 10.000 keer zeggen. Ja. Oh. Nou, schoonpaar, schoonmoeder, mooi voor het lapje. Ja. Echt wel. Oh. Want een beetje zaken van de eerappels ook niet zo hoog. Nee, precies. Beetje real. Ja. Zo deze aflevering hier. Ik denk potato's. Potato's misschien wel, potato's, ja. Potato's, ja. Potato's? Ja, ik denk het wel, of niet? Ja. Misschien pakt men dan ook een paar Engelse kikkers. Potato's, ja. Als ze zoeken een Farming Simulator 2019 en dan zoeken ze op potato's. Of die moeten oogsten. En dan komen we... Komen ze hier terecht. Komen we bij Engels terecht op YouTube. Nou, dat is een verrijking van de geest. Nou ja, je weet het niet. Misschien wel. Ja, misschien wel. Les nou ook Engelse kikker in de stream. Ja. Ik vind dat wel leuk, hoor. Ja. 85% Spieker. Oh, goed bezig. Het mooiste is eigenlijk een interplanker. Eigenlijk wel. Ja. Ik wil dat nog met een cat de bier, hè? Nog niet. Probeer. Ja, wat. Zal er wel achterweg moeten, zeker of niet? Nee, cat bengel er nog mooi aan toe. Oh. Nou, dat is een lesbreak, cat. Er is nog niks mis met ook. Hoho. Het zal te doen, het laatste beetje. Ja. Ik heb de intro een pak voor kippen. Oh, wat aan, joh. Oh, voor mooi. Kost je wel begrip dat hij ervoor moest. Mooi lukt wat, hè. Zo is door is een verrijdheid. Ja, dit. Kom zo in Noors, maar rijden, muus. Ik ben bij dumpstation. Een beetje bij dumpstation, IT. Oké, dan. Ja, wij hebben met er alweer, joh. Maar we hier met die eerappels moeten straks, ik heb geen flauw idee. Gewoon in de vergeerste druk. Ja, maar we hebben aan de andere kant een map gekregen, kwak daar. Nee. Ja. Oh ja, dat is ja, maar een vraagboek, nee. Oh. Bekloor. Jeetje. Ja, logistiek niet echt handig, zeg maar. Nee, maar... Nee, boik. Het is een hele mooie bewoordplots. Ja, klopt, hè. Oh, Clara 2 is bol, zie ik. Oh, die wordt dek. Springen. Piep. Springen. Ja, zo weer een blikje in de vuilnisbak. Ze waren in de aanbieding bij de kruidvaart. Ja. Dat greep toen... eruit van. Toen had ze wat opgehold, blikjes. Oh, goed bezig. Ik ga niet over de rabbels, hè, maar ik ben vlak bij die. Ja, nee. Oh, hoe moet die old Piet doen? Denk maar. Sorry. Maar die moest boven die kippen vangen. Ja, oh, hij ging er niet in. Ging bijna over mijn pen in, joh. Oh, hij is een eerappel achter die nek van hem, doe. Een potato. Oeh. Oh, stop, jong. Ik ben hier hem nou zo goud, Niel. Nee, van die dreugen verloren, hè? Ja, is het zo. Of er gebeurt niks, of ze klappen erin en aan de grote. Ik steek gewoon over. En nou, ik heb geen cultuur later al. Ja, dat kan me niet schelen. Ga ze maar met Jelle toe. Ik heb er geen cultuur, man. Goeiedag, Jelle. Ja, goeiedag. Ko is het waar, dus ik denk nog niet, meneer. Oh, nou, komt mooi uit. Ik zit op 94. Oh, dan... Perfecte timing. Dan kom ik vol. Ja. Zo, over 20% erin. Huppakee, get on. Nee. Mooi man. Nu, ja. Even, oh, doe eerst hem vol? Ja. Al moest even chandeerder onder hem. Ik ben hier nou toch. Voor de rest chandeer misschien, ja. Oh, die is ook Sigons. Ja, daar keert niet zoveel meer aan. Nee, 97%. Oh, dan... Dan moest even nog een beter gaan reden straks. Ja.
Oh, jongen. Rent niet, dit rent niet. Ja, vol. Nou, 70%. Ik heb mijn 30 gewoon. Nou, dat is precies bij een betere. Denkst? Ook. Jammer, hè? Jelle, nou moet ik een paar kilometer omrijden. Ja, dat is wel een beetje jammer. Oh, jammer, hè? Hulle tijd heen met je medrijden. Ja. Helemaal niet bij... Night doen. Helemaal niet bij diet. Qua diet. Wat diet? Ja, mijn diet. Mijn diet. Ja, maar dit ruikt een mooie deur zo, hè? Ja, hé. Hou, hè. Mooi bij je deur, hoor. Ja, zo is. Als we nu een kwartier verder zijn, dan nemen we een hele beste lap eruit toe. Ja. Zo. Alweer een blikje. Weer een blikje. Jongen, jongen. Kijk gewoon maar mee, ik moet hier interleggen. Maar dit scheelt nou qua rode snelheid. Ik moet die maand weten. Ja, met een maand er nog weer bij. Ja, zeker. Ja. Ja. Anders hebben we die kiebers vuld. Komen we eerst in die kiebers leggen. Ja. Oh, ik heb even de hiel van de baan beschoren. Ik heb niks toch en mis. Als toen je naar de huur denkt, is het niet, nee. Nee, ik zit in ons eigen. Nee, maar oh. Ik bedoel van die chandelier. Oh. Ik heb niet veel van de weer er meer af, gewoon wel. Is dat al hard weer, maar ik zit op 90%. Ja, die Johnny is nog niet zo vol, toch? Dat kan niet. Die kan nou niet vol weten. Nee? Nee. Straks aan het einde van de show moet hier maar even heen naar die Erobbelbeeld. Ja, dan, ja. We moeten hem zien waar die Ruder is. In mijn screenshotje? Ja, ja maar. Oh, ik kill. Is er alweer aan het muus? Ja. Oh ja, kom toe klikken bij mij onder de denkstroom. Ja. Oh, dit moet wel hem straks een nieuwe buitel zetten onder in het bed. Hem. En, nou, wat nieuwe rollen. Dat komt in de gaten, dat is wel slijtage. Ik snap ook wel waarom ze steeds vol is. Dit is een non-stop bunker. Ja, dat klopt. Dat is echt zo. Non-stop bunker, die draait terug, hè, die maat. Dat is non-stop principe. Ja, oké. Jelle, hoeveel heb je toe? Ik zit op 34. Maar wat zijn kan? Nou, dit is een heel mooi principe. Die als toe met de keeper de Noorst riest, dan nou ja, doe reus deur. Dus dan valt de hele tijd aardappel. En als de keeper dan vol is, dan druk je op de knop en dan gaat de mat terugdraaien. Dan de aardappeltjes heel mooi rustig onder hem blijven liggen. Ah, oké. En dus de bunker weer omhoog. Klaps 10, zeg maar. De perenkop. Nou. Nou, en dan gaat ze weer deur. Dat is heel mooi. Dat is een patent van Gremma. Oh. En we door. Voor de vuur. En gas. Is die MB vol? Ja. Ja. Tot straks. Yo, Emus. Later. Later. Dat is wel een gevarieerde aflevering zo. Ja, wel. Qua beeldmateriaal. Ja. Nou, ik zie broek nou al knip. Ach, zit er nou alweer in deze. Zit er nou alweer in deze. Kill. Hier moet vrouwgewicht op. Dat meen je niet. Ja. Dat ken je niet. Ja, dat is zo. Waar ligt hij? Wat? Die is niet met de riem met die kieper. Ja, dat kan niet. Nee, dat is echt zo. Oké. Okay. Ja, maar wel veel stabielo's. Oké. Okay. Met die kliko vol die doorstaan, kan die dan niet in vuur? Hier hebben we toch ergens wel iets van een gewicht hier of zo. Wat? Oh, die kop hè. Kom op, man. Doe ik hem mooi, jongen. Oeh. Nou, die is niet met de riet, maar die is er nou. Nou. Die zit normaal wel met die stuurkogels. Kijk, er zit een roomtrap, doe. De meest niet. Ja. Oh? Dan komt er die dikke band, jongen. Dat slid halen. Die banden. Ik wil niet veel zeggen, Emus, hè. Maar de veenhuiskeeper is ook vol, hè. Kom maar aan. Ik zie toevallig thuis bij de boerderij in frontgewicht. Oh, ik kijk hoe dit er is. Beter. Ja? Ja. Nog even, dan is dit hoekje er ook af, doe. Ja. Nou, riem maar naar Jelle toe, hè. Jij hebt hem ook ontzettend vol. Ja,
goeiedag hem doen. Goeiedag hem. Nou, de perenkap maar zijn. De perenkap? Perenkap. Is ook alweer een chandeer vol, zeker? Nee. Nee. Daar zit vol met niks in. De veenhuis is vol. De ender. De ender. Ja. Nou, dat is drank, jongens. Jongens. Ja. Wat een riederie. Oh, na. Je zal hem nog verboren straks in de schuur. Ja, dat heb ik die wel lopen doen. Ik weet niet hoe ver code er is, maar... Oh, ik heb dus een hoek er bijna uit. Oh, mooi. Ah, doe die zo niet overweg, hè? Wel? Ja? Ja. Hier, dit oh, weggetje ja, hier. Ja, nee, het net als toen de weg overstak, zo door het laan. Nee. Nee, zo ben ik. Zo ben ik. Zo ben ik niet. Zo, dat zal ik nooit doen. Nee, nee. Doe best wel een real farmer. Ik ben een real farmer. Ik zal nooit dwars door de maïs en zo naar die schuur in. Nee, dat absoluut. Dat doe ik. Zo ben ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Dat zal toch niet in de autonomen zien. Nee, dat knipt er wel uit. Ik bewijs ervan. Ja? Dan knipt er dat wel uit, ja. Want het scheelt wel dit laan in ritme, kijk. Ja. Ik ben er als. Nou, dat wordt ook diep. En ik zit op 56, 57 procent. Ja, kom maar aan, hè. Dus... En ik ook alweer op 50, dus... 50, half 50? Ja, 50 en half 50. Stationair drukt op die kieper omhoog, hè, alsof het niks is. Ach, jongen, ik heb een prootje aan. Jongen. Maar feest de les nog weer. Is het weer een rood feestje? Ik vind het niet mag. Als je nog afvraagt van... Hey, dit is een mooie sound. Dit is in de modhub.us te vinden. De Interveer 46-serie. Aangepast door SVT. Met andere woorden. Simon van Townen. Van Townen. Simon Fendergarden. Dus jongens, modhub.us, zoek naar de 46-serie. Edit, sound edit by Simon Vandergarden. And then you will find it. Yeah. And you will download it and you will enjoy it. Yes, yes. Voor mij is Jellem ook vol. Kom maar naar jongens, hè. Kom achter die aan, Cole, hè. Helemaal goed, jongen. Pak ik straks even die boon de buiten om. Er zit nog een halve regen. Ja, daar zit nog een halve in. Nou, dan heb ik toch een productief dagje hier op de vaart. Wat maar zeggen, niet zo. God, dan kun je toch zondag gewoon weer mooi wat andere dingen doen in de livestream. Wat, zei Jelle? Ik zei, dan kun je toch zondag gewoon weer mooi wat andere dingen doen in de livestream. Ja, een plauw. Plauw? Een plauw maar zin en, hè? Hoeveel is toeval, Ko? 60% omtrent. Oh, dat kist toen mijn volvrienden. Is toen achter Jelle aankoop? Ja. Ja, ja. 96, 97, 98, vol! Vol, goed bezig. Mooi. Mooi. Simulator. 40% Emus, komt er zo weer aan? Ik ben onderwijs. Nou, boer, nog allebei een omtocht, denk ik, Jelle, ben we er? Ja, dat denk ik wel. Mooi werk, jongens. Ja, hoor. Club, GPS weer aan, bekken beneden, reumachine aan en gas. Ja, hoor, allebei nog hard begonnen. Goedemorgen, deze man. Wat is er met dat ding? Een wif. Wifs? Hij is wifs. Hij is super wif. Hey.
Als toen Jelle leger stopt, toen aan de sluit gelijk bij mij aan, en ik heb 80%. Ja. Ik had hem net leeg. Wat is die Jelle? Ik had hem net leeg. Oké, helemaal goed. Ik hoorde heel zacht. Zoveel zat er bij mij niet in. Ik denk dat ik niet meer, dat we allemaal straks hebben een keer met hem, en dan hebben we alles door in één rit. Ja. Ja, en dan moet je hem kijken welke machine huurd is, hè? Die van Dij, denk ik, Jelle. Ja, voor mij ook. Hoeveel huurde die Jelle? Dit is het 2,9. Ja, dat is de huurmachine. Hoeveel is het dan? 3,4. Ja. Oeh, dingen ook op! Dat ging net goed. Ja. Oh. Ik heb bek vergeten. Ik denk, ja. Ik zit op 51%. Ja, kijk, dat is er al. Ja. Kap de dik. Goud bezig. Wij zijn bouwers en tabbingers. Dan kun je op de ene mooi staan blijven. Dan kun je wachten op Co. Ik weet niet hoeveel Co naar kwiek. Ik heb 33% vol. 35. Kom maar naar. Oh, doe dus dat hem netjes, hè, Muske. Kom maar zeg. Gas. Ik zal hem één uitsluiten. Hey. Nieuwe abonnee, Danny, 198015. Hartstikke goed, jongen, dat erbij bent. Goeiedag, Danny. Niks mis. Mooi werk doen. Er is geen audiootje bij, maar Danny, welkom, jongen. Dat coalesce niet. Komt een Danny in huis? Ja. Breng anders nou Co toch even voor de is. Ja. Oh, bist er wel weer. Ik heb hem nog op cruise staan. Hij is gewoon deurreden. Ik heb Engels in Duits, maar ik ben oorstand. Van te veel. Ja, ik denk, nou, misschien kan Jelle hem nog even voortbrengen, maar dat kan ook wel staan te pijpen. Jelle, kun je een tikje naar voren? Ja, ik ben bezig. Goed bezig. Terugbrengen, ja. Kijk. Wat met een ding. Nou, elke even trekken met en dan... Ruimmachine lopen hier gewoon hem staan. Die pak me aan de mol even. Pak me aan de mol even. Stoer in te pakken, Sturko. Ja. Hoe zit die versnelling, Peet? Bied stuur. Nee, rechts en links. Zit even bakking. Oh ja. Mooi dit, mooie beelden. Ja hoor. Oh, machtig. Speciaal voor het broek, alle drie toch liggen in beeld. Ja, dat heb ik het liefst. Mooi nou terug liggen daar. Ik heb een plabaai. Ik heb een lange kind. Oh joh! Wat is gebeurd? Ik heb nog niet in Jelle. Jongen. Touw nou even. Ik was nog een beetje naar links. En doe trek veel sneller, maar niks. Ja, daarom denk ik, ik wist waar. Ik denk, hey joh! We moeten naar rechts. Ja, ik stuurde naar rechts. Hoi. Oh nee, niet. Wel een doe even die eik trekken. En een cat. Wacht, druk die. Ik heb de druk cat niet. Ja, heel goed. Oh, dat setje had ik nodig. Ja. Dat is Jelle. Oh nee. Kom ernaar. Vlak achter ons, hè? Dat is altijd zo. Ja, ik zit er altijd vlak aan. Hoe had de rechts toe met die MB-trak? Nou pas 44, 45, 47. Oh, dat is wel harder dan min. Jawel, maar die van mij trok wel harder op toe. Ja, dat klopt. Oh, die zet de zak erin, de nok en de gouden in de hoe. Dan moet ik proberen voor die boom weer. Oeh. Oh, doorbis! Die zit op de links te kieken, joh. Daar is die sturing. Bliksem! Ja! Bliksem, dat lijkt mooi beeldje. Je legt een beste proteïne! Ik ben er mooi van om dat mijn karren was, doe. Hier, die achterkant, je komt gewoon omhoog. Jelle vuur, dan heb je de beelden op. Mooi beeldje. Zeker. Jongen. Nou,
We hebben goed ons best om. We hebben ons op goud verweerd toe. Hoeveel turns zal hier wat niet liggen? Wacht, we zijn zo kloor. Wacht. Oh god, maar gauw achteraan. Even snel even Marcelin Jelle. Even eens mijn. Wat? Even mijn woensdag op. Ja, ik heb echt gehaakt daar. Even mijn. Oh, ik wil. Hou maar op. Ik heb net een slok cola gek. Zo doen we het. Ja hoor. Helemaal goud, mijn jong. Mannen, super. Hey. Dankjewel. Jongens. Zo gaan we doen. Mensen, tot de volgende keer. Ik zou zeggen... Tot de volgende ronde. Bis nächste Mal. Yo, hey.